Thank you.
Goedenavond en hartelijk welkom bij session nummer 354. Het is al bijna 10:15, maar we hebben u niet het bos ingestuurd zoals het heet, want u hebt een kwartiertje fantastische muziek gehoord. Het doet mij veel plezier om wat geweldige muzikanten aan u voor te stellen. Ik denk dat dit de beste rhythmsectie is die de heer Gordon ooit achter zich heeft gehad. De slagwerker daarvan is Eddie Gladden. Meer dan 3 jaar deel uitmakend van het kwartet. Bassist die er sinds kort bij zit, maar die zijn steun heeft gegeven. En ook de grote toeverlaat is geweest van vele grote, vooral de grote orkesten. De man die speelt op een 5-snarige bas en vooral die lage snaar, die doet het hem als u goed uw stereo-installatie afstelt. En de Mr. John Hurd. Ja, de pianist die je ook hebt kunnen bewonderen vorig jaar. Het afgelopen jaar was dat op het North Sea Jazz Festival in Den Haag, Mr. Kirk Lightsey. Ja. En dan de grote, geloutere man die af en toe werkelijk even moet gaan zitten, omdat hij alles geeft en dat al meer dan 40 jaar doet. Als ik u zeg dat hij in 1923 geboren werd, dan weet u dat dat een respectabele leeftijd is, dat hij werkelijk alles uit de kast haalt. Dat is ook bekend, want dat heeft hij bij ons al een keer of 3 eerder gedaan. En hij maakt nu aanstalten om weer hier naartoe te komen. De, ik zei, meterslange, boomhoge, Mr. Dexter Gordon. It's you or no one. You want to say something here? You were quite correct. Casey, it's you or no one. Thank you very much. For me. It's got to be, oh, can't you see? And I would like to say, bye. Ask the bliff. We'd like to continue with an original. This was written a few years ago, but it's been released on a Blue Note album. And this composition is called Clubhouse. Clubhouse. Do you remember the clubhouse? I don't know this clubhouse. Thank you.
Danke wel. Mijn dame en heren. We would like to continue with the one of the more classical compositions in the jazz repertoire, because for all tenor saxophonists, there comes a time, there comes a moment of truth. And that is when the tenor player must play body and soul. Body and soul.
Kirk Lifesy, John Hurt, Eddie Glavin, and Dexter Gordon. Body and soul. And what a body. And what a soul. Ik weet niet of u begrepen hebt, het zal ongetwijfeld, want die spreken allemaal natuurlijk vlekkeloos Engels. Dat hij zei dat het altijd erg kritisch werd als een saxofonist body and soul ging spelen. Nou, ik denk dat hij met vlag en wimpel geslaagd is. Harmonisch een beetje Coltrane en qua geluid gewoon zijn eigen geluid, Dexter Gordon. De meester van de paraphrase, want hij heeft allemaal wat dingen herkend. Nancy, Isn't She Lovely, Around Midnight, everything was in there. Dex, what's next? I think it's one more time like, flies. We'd like to go out with one of our originals that was composed at the Village Vanguard in New York City, in the village, the Greenwich Village. And this was composed backstairs. And strangely enough, the composition is called Backstairs. Thank you.
vanuit Nick Wollebrecht's Jazz Café in Laren heeft u het afgelopen uur kunnen luisteren naar Session, het live jazz en blues programma van de Tros. Presentatie Kees Rama, de productie was in handen van Dick de Winter en voor de techniek waren aanwezig Jim Rip, Bert Siegersma en Onno Elstrot.